KPN, Mediamarkt, Paypal en Fox Sports. Partners van de E-Divisie. Heel hartelijk welkom, dames en heren, jongens en meisjes, bij een nieuwe wedstrijd hier in de studio van de E-Divisie. Onze eigen analist, YouTuber, held, Bassistent gaat het opnemen tegen e-sporter van PSV, Romal Abdi. Laten we snel naar de wedstrijd gaan, want er wordt op dit moment afgetrapt. Nu, hè? De handen worden geschud. Succes, Bassistent schudt de hand van Romal. Ja, wij gaan dus even proberen het publiek te entertainen, het uitvak. Bassie, ik denk dat ik me, als ik jou was, toch even zou focussen. Oké. De eerste skillmove is al een feit, maar de eerste balverlies ook. We gaan tellen hoeveel skillmoves ik doe deze pot. Bas, ga je alsjeblieft focussen. Oké. Mensen hebben echt zin om deze wedstrijd te zien. Oké, nee, dan probeer ik serieus te zijn. Oké, nee, maar ik vind het wel goed. Romal is begonnen aan deze wedstrijd met PSV. Neemt het dus op tegen Manchester United. Was dat niet vorig jaar een wedstrijd in de Champions League? Ja, daarvoor denk ik. Of speelde United toen niet in de Champions League? Nee, ja, daarvoor. Dat was niet het geval. Het jaar daarvoor... wel leuk geprobeerd. Hoe dan ook, is dit een affiche waar toch onze mondhoeken van open gaan staan. Het water loopt je in de mond bij deze wedstrijd. Romal, wat voor formatie speel jij? 4-2-3-1. 4-2-3-1. Dat is een gebalanceerde formatie, zou je kunnen zeggen. Goed verdedigend blok op het middenveld met Jorrit Hendriks en ik denk Van Ginkel. Ik zie Ramselaar daar op 10. Locadia wordt hier afgetroefd door Bailly. Goed verdedigd door onze eigen Bassistent. Die hier alweer balverlies leidt met Lukaku weer met een hakje. Waar is dat dan weer goed voor, Bas? We gaan slordig om met de bal, dat moeten we niet doen. Ja, waarom doe je dat dan? Ja, weet ik niet. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb er wel een hele nacht van wakker gelegen. Ik zeg jou eerlijk, broer. Ik zeg jou eerlijk, ik ga niet voor jou liegen. Ik ga niet voor jou liegen. Wat doe je nou? Wat is dat allemaal voor... We moeten het publiek entertainen. Je speelt te mooi. Ja, doet dat wel. Ja, oké. Ik ga niks meer zeggen over jouw spel. Maat blind. Dit is jouw spel. Dit is inderdaad wel hoe jij speelt. Dan kan het dooien of vriezen. Ja. Vriezen of dooien. Precies. Maar jouw speelstijl is wel een mooie. Hey. Sowieso. Ha. In velden of in kooien. Nou ja, het is maar net wat je zelf maar wil. Ja, ik ga inmiddels proberen gewoon even weer mijn best te doen. Met een roos op je borst of indianen tooien? Ja, dat is heel grappig allemaal. Oh, Martial zit ertussen. Balverlies van Ginkel en dan ligt er misschien wel wat ruimte nu. United. Oei, maar ook speelt hier niet. Heel goed verdedigd door Romal. En die kan dan nu misschien voor het eerst denken aan een grote kans. Maar dan zit Phil Jones. Speelt hij? Waarom? Oh, daar heb ik niet op gelet eigenlijk. Nee, dat wou ik eigenlijk wel doen, maar ja. Verdediging niet goed geprepareerd door Bassistent. Misschien dat Smalling nog mee is op het bankje. Maar Bailly dus... Oh, maar er zit een goede paas. Er zit geen buitenspel. Het is wel een randje buitenspel. Oeh. Hey, hey, hey. Pogba, jongen. Wat een beest. I love him, man. No homo. Ja. Pogba is echt tank. Pogba achter Lukaku, hè? Sowieso. Dat zijn goede vrienden van elkaar, geloof ik. Ondertussen. Sowieso. Ik ben ook Matić met z'n man. Maar dat mag niemand weten. Nee, snap ik. Snap ik. Ik heb trouwens ook de vorige pot die ik hier op dit platform heb gespeeld. Ja. Of in dit concept. Werd ik aardig afgekraakt omdat ik wat negatief was op de tegendoelpunt. Ik ga hem proberen nu in te houden, kijkers. Ja, mits er tegendoelpunt vallen. Dit is een goede combinatie, hoor. Pogba, Lukaku wil naar zijn linker. Die krijgt hem voor zijn linker. Martial is mee. Martial draait hij nog naar zijn rechter. Dit is de Ronaldo op over hem. Wat een assist! Wat een assist! En de goal van Matić is ook mooi. Matić. Schiet hem goed binnen met zijn linker. Matić, broer! Oh. Kijk eens thuis, even een duimpje omhoog. Was dat bewust een hakkie? Je weet toch wat ik altijd zeg, Koen? Oké. Geef je FIFA les? Sowieso. Kan ik jou nog inhuren? Kan, maar voorlopig sta ik nog wel even geboekt al voor een paar keer. Oké. In februari gaat dat lukken of is dat... maar bij mij gaat het meestal altijd mis als ik voorsta. Komt hier meteen de 1-1? Nee! Dan denk ik al dat ik er ben, weet je wel. Dus ik ga me nu even mentaal omswitchen. Nu komt er pas focus. Oké. Ja, dit was net even warming-up, dat weet natuurlijk iedereen. Mooi die netten zo achter het doel. Dat ziet er echt niet uit, moet ik zeggen, in die game. Ramselaar was het met de kans, maar zijn linker... Natuurlijk niet zijn sterke been. Ik weet niet hoeveel sterren hij voor zijn zwakke been heeft. Bart Ramselaar. Oh, de skills van Pogba. Dat is Bassistent zoals we hem kennen. Hier uitstekend verdedigd. En dan kan Romal na een half uurtje spelen. Denken aan een tegenaanval. Dit is een schitterende, splijtende paas. Locadia, sterk. Ramselaar. Wie gaat er schieten? Locadia. Dan heeft hij alweer twee man in zijn nek. Geen overtreding. Maar de druk... Van Romal houdt aan, wilde ik zeggen. Ja, zeker als Bassie hem hier weer inlevert. Slordig, hè? Heel slordig. Maar Bailly, die redt jou eigenlijk constant, hè, tot nu toe. Oh, dan ga je Bailly zeg maar de credits geven. Nou ja, jij bestuurt hem niet echt, maar... Jij en Bailly zijn gewoon een goede combinatie. Bassie en Bailly, dat is toch zijn altijd gewoon good Bailly. Ja, nee, maar Bailly steentje is dat dan gewoon. Ik vind het wel een mooie combi. Hier is Lukaku aan de andere kant van het veld. Martial is natuurlijk wat sneller dan Arias, dat weten we. Gaf daarnet die schitterende assist en nu is hij er op een of andere manier langs. Ja, ik ging even naar de fans, even een kopje thee halen of zo. Ik weet niet wat hij allemaal aan het doen was, maar... Hoe vind je het gaan, Bassie? Ja, we mogen niet klagen natuurlijk. Dat lijkt me duidelijk. Ik ben nog niet tevreden in balbezit. Oké. Ik ben iets te slordig. Maar ja, weet je, als je 1-0 voor staat... Zouden we kunnen zeggen, het gaat wel goed, maar kans heeft wat beter? Precies. Ik ben op tv nu in Japan, maar heet geen Peter. Even dat je die even accepteert. Zo, Fellaini, jongen. Oeh. Met zijn lange beentjes, zijn uitschrijfstelten. Hier is Martial, zo. Goed doorgespeeld op Lukaku, maar daar zit Romal er uitstekend tussen. Die toch niet superveel man nu voor de bal heeft. Hier is Jorrit Hendriks, maakt meters. Goeie paas, zeg. Oh. Maar dan is de combinatie vanuit Locadia niet goed. Lozano, die andere man in vorm dit seizoen bij PSV. De nieuwe Mexicaan, Chucky. Wordt hij genoemd? Is dat gewoon zijn bijnaam, Chucky, of niet? Ja, zeker. Het was al zo voordat hij bij PSV zat, of? Wat zei? Was dat al voordat hij bij PSV zat? Oké. Hier is Pogba. Oh, slecht balverlies. We zitten in de blessuretijd van de eerste helft. Tussenstand dus 1-0 voor United, voor Bassi. Maar hier, op slag van rust, komt misschien wel de grootste kans voor PSV. Maar weer is de paas van Locadia eigenlijk niet goed. Die Locadia leidt veel balverlies daarvoor in, Romal. Ja, dat zie ik ook wel. Ga je iets anders, ga je iets aanpassen? Even kijken, ja. In het echt is hij gewoon in vorm, dus we laten hem nog even staan. Alright. Ik vind Lukaku niet lekker spelen, maar ja, die buitenspelers, of de middenvelders, zijn een beetje moe natuurlijk. Ja, weet je, Locadia die moet daar wel voor en tegen Bailly een beest, hè? Ze zeggen meestal goodbye, inderdaad, maar vandaag niet. Je hebt nog wel lekkere wissels, hoor, met Herrera en Mata. Ja, maar ja, voor wie denk je dan, hè? Kijk, ik vind Herrera op CVM niet de uitvinding, als ik heel eerlijk ben. Nou, je kunt Pogba niet terughalen en dan... Nee, Pogba is een 10. Dat blijft hij altijd. Alright, duidelijk. Ja, daar ben ik ook gewoon heel duidelijk in, inderdaad. Ik merk het. Kijk, ik had Ronaldinho kunnen halen voor mijn FUT-team, maar ja, Pogba is gewoon de man. Pogboom, noemen ze hem. Die twee spelen gewoon samen bij mij, hoor. Ja, maar, bij jou, maar jij bent natuurlijk ook Koen Weiland. Ik ben Bas van Velsen. Oh ja, was ik even vergeten. Daarom. Locadia. Locadia noemen ze hem ook, hè? Locadia. Het Spaanse woord voor broodje is bocadillo. Nou, ik ben echt blij dat je me dit nu vertelt. Als ik ooit een keer in Spanje ben. Maar je hebt wel weer wat geleerd, Bassie. Je kunt nu wel weer zo doen. Ja, hier is het 1-1, toch, zou je zeggen? Jazeker, goede goal. En dan is het, denk ik, Chucky, Lozano. Chucky, dat was Ramselaar. Het is Ramselaar. Ja. Batje. Ongeveer even lang, denk ik. Chucky met de assist, dus... Jongen, weer slordig balverlies, hè. En Bartje Ramselaar, de man uit Amersfoort. Toen had ik nog iemand geblesseerd, zelfs daar. Locadia, denk ik. Ja. Man, ja, een goede dribbel. De Gea die schudt uit zijn... Maar zo'n kans mag je niet missen. Locadia is nog steeds geblesseerd. Dat is ook helemaal prima. Dus, 50 minuten zijn we onderweg. Misschien krijgt hij een toxische stand 1-1. Goeie goal PSV. En Romal kan nu gaan denken aan de overwinning. Gaat Bassi dat toelaten? Hij is gefocust. Dat zullen we maar eens even af moeten wachten. Stilte hier op de set. In Amsterdam Zuidoost. Bij de jongens ver van huis. Van het o zo vertrouwde Zwolle. Zwolle is heel ver voor Bassi. De man die we kennen van zijn raps. De man die we kennen van zijn energy drink. Ik heb weinig aansluiting, man. Ik heb geen aansluiting. Ik kan er niet uitkomen. Maar dit is wel goed verdedigd. Willem Jones is bij het spel. Zijn overtreding is bij het spel. Niet eens verdedigen. We zetten gewoon bij het spel. Hè? En Romal, de man die zelfs over de grenzen woont, heeft ook een flink stuk moeten rijden. Of ben je met de trein? Nee, met de auto. Daley Blind. Hey, jij speelt met Daley Blind. Ja, dat zei ik in het begin al, Koen. Sorry, dat is onze man. Het is een ode aan, eigenlijk niet eens aan Daley Blind, meer gewoon aan jou. Ja, hè? Maar dan had je me in de spits moeten zetten als het een ode aan mij was geweest. Aan ons rijke verleden, zeg maar. Ja. Ja, ons verleden is gelukkig rijk, want voor de rest? Ja. We gaan iets meer op de aanval spelen, want ik merk dat we een beetje weinig aansluiting hebben. Oh, dat is een goede paas. Inderdaad, waar blijft nu die aansluiting? Je wil dat die Fellaini of die hebben waarschijnlijk allebei defensieve workrate. Ah, jongen. Slap schot, man. Heel slap. Naar de stuit. Dat was geen pokboom, hè? Nee, dat was een pokzoom. Ook niet eens, want je hoorde hem niet zoomen. Maar maakt allemaal niet uit. Ik heb het in ieder geval geprobeerd, de grap. En het schot. De grap is eigenlijk net zo goed als het schot, hè? Allebei niet heel goed. Bassie, wil jij anders even ook commentaar geven of zo? Want ik sta hier nu echt voor lul, hè? Ja. Dat je het even weet. Ik probeer hier een beetje die wedstrijd aan elkaar te lullen, maar ik moet meer proberen de gaten die jij laat vallen in je tekst een beetje half op te vullen. Ja, oké. Maar goed, ik vind het wel gezellig. Het is nog eens wat anders vergeleken met de meeste e-sporters tijdens de E-Divisie. En geef ze ongelijk, want die wedstrijden gaan toch nog wel om iets meer prestige. Nee. Niet? Oh nee. Ja, dit is ook gewoon een losse video op YouTube, dus wat dat betreft. Daarom. En dan kijken misschien wel meer mensen naar dan naar de gemiddelde wedstrijd in de E-Divisie. Nou, Oh nee. Jorrit Hendriks zie je. Bergwijn. Heb je nou nog persoonlijke voorkeuren opgesteld eigenlijk, Romal? Ja, Bergwijn sowieso. Visa skills, hè? Visa skills, ja. Razendsnel. Bergwijn. Die Brenet, heeft hij nog snelheid 92 of niet? Brenet niet, maar 88. 88 nu, oké. Okay. Vorig seizoen echt boven de 90, weet ik nog. Dit is een geweldige combinatie hoor, van Romal. En dan is het... Nee, geen 2-1! Het moest hem zijn, toch? Kijk, dat bedoel ik, maar het scripted. Ja, het scripted. Ik was gewoon een goede keeper. Heeft die specialiteit redden met de voet. Maar de guy heeft hem zo vaak met de top van zijn teen. Och, och, och. Ja. Ja, stop van zijn teen. Met de kuit. Nou, dan krijgen we hier een korte variant. En dan slingert hij hem toch bij de eerste paal. Toch bij de eerste paal, inderdaad. Ja. En daar is hij van geen goal. En dan is het nee, geen rebound voor PSV. Juicy! Deze was voor Simon, hè? Ja. Waar is Simon? Simon, ja. Ik weet niet waar die is, maar... Ik denk even aan het oefenen, man. Zo goed kan hij niet, FIFA spelen. Simon, als je dit kijkt. Bailly. Ik wacht nog steeds op de revanche, Simon. Hij durft niet. Jij lult zoveel. Klopt. Martial, zo. Is toch weer flink wat sneller dan Arias. Maar de Colombiaan komt terug. Goede beweging, sterk in balbezit gebleven door Martial. En dan is hier Pogba met de bewegingen. Ah, jongen. Zit tegen het teamgenoot aan. Oh, geen hoekschop zelfs. Jongen. Even Locadia. Ja, even Locadia een noodrem nu. Ik ga even naar jou luisteren. Die heeft toch wel een grote kans gemist. Het viel me in elk geval gewoon op dat hij in de eerste helft heel veel balverlies leed. Wie mag erin? Luc de Jong dan toch? Of niet? Mm. Of heb je nog meer? Wat zijn de andere opties? Zou ik met Pereiro in de spits spelen? Ik ga even met Pereiro in de spits spelen. Pereiro, ja, die wil nog, ja. En dus gaat Loka eraf. Gaat Blind toch... Maher krijgt een kans van mij. Luka eraf. Luka blijft nog even staan. Lukaku. Luka, Ramselaar eraf en Maher en Pereiro erin. Come on boys, ik doe dit voor al mijn trouwe kijkers. Oké, jongen. We proberen jullie te entertainen. Je ziet het aan mijn spel, hopelijk. Anders, ja, dan niet. Maar... Je moet nog iets meer trainen voordat je gaat entertainen. Ja. Adam Maher komt erbij. Huh? En doelpunt maken Ramselaar gaat eraf. Oh, dit is dan Pogba. Naar zijn rechter of toch naar links, goed verdedigd. Valt hij ook nog even. 10 minuten te spelen nog. Gaan we nog een winnaar zien voor de 90ste minuut? Of moeten we naar verlenging of penalties? Hendriks. Brenet. Met zijn rechterbeen aan de linkerkant. Net als in het echt. Oh, en dan stapt Bassi in. Dan gaat die bal hier terug. Dan zie je aankomen, maar dan komt hij er toch geweldig voor. En dan is het hier een doelpunt, ja! Het is 2-1. En dan is de doelpunt te maken in dit geval, denk ik, Van Ginkel? Dat weet ik niet. Ik zie het niet goed. Chucky volgens mij. Nee, maar Adam Maher. Gouden wissel. Ja, eerste balcontact, denk ik. Of tweede dan, recht terug. Dat was wel een beetje leuk, maar hij mocht er wel eerder in. Ja, maar ja, je zat er goed bij met het blok. Damian, prima invalbeurt. Eerste balcontact, meteen assist. Jammer man, Damian. Ja. Jongen. En dan moet Bassie. We gaan volle bak. Nog komen. Hey, kom op jongens, hey! Kom maar, alles geven, verdomme. Kom op. Ingooi. Ja, nu komt die druk, nu voel je het. Ja, je krijgt misschien nog één kans, er is nog tijd. 6 minuten. Nou, als ik wil krijg ik nog 6 kansen, dat weet je. Oké. Prima, sorry hoor. Pogba is een scheids. Dat was dus geen kans. Dat is gewoon geen overtreding. En nu gaat Romal het slim spelen. Ja, dat mag. Schwab. Van Ginkel. Ruimte aan de linkerkant. Lozano doet het zo. Dat mag gaan skillen en zo, Lozano. Oh, Maher valt goed in tot nu toe, maar leidt nu toch balverlies. Fellaini. En dan is er nog tijd voor een laatste aanval. Pogba. Toch! Pogbanus, joh. Ja, laat jij mij in de steek. En dan lijkt me het hier wel gespeeld. Zeker als hier Van Ginkel nog voor de keeper komt. Dat komt hij niet. Kan het nog één keer? Bassi, moet hij nu doorlopen? Ja. Heeft hem niet. Dan is het klaar. PSV, Romal wint met 2-1 van Bassistent. Ja mensen, doe even een duimpje omhoog. Doe dat maar, ja. Doe duimpje omhoog. Abonneren, even het belletje indrukken. Ik hoop dat jullie genoten hebben van mijn doelpunt. Ik heb het voor jullie gedaan, dat weten jullie. En check de nieuwe track van Bassie, hè. Mensen, jongen. En laat een duimpje achter. Ja, nou, zoals ik al zei, ik stond hier voor niks. Toch graag gedaan. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Tot de volgende keer. Dankjewel, Bassie. Kom hier achter eventjes. Ja. Bedankt. Dankjewel. Adios. KPN, Mediamarkt, Paypal en Fox Sports, partners van de E-Divisie.